Ik ga waarschijnlijk heel vaak zeggen van, ja, dat soort dingen, dat komt allemaal later wel, weet je wel. Dat ga ik niet nu doen, dat komt nog wel. En dan op een gegeven moment kom ik er nooit meer aan toe. Hey, hoe gaat het internet? Dit is Koen hier, a.k.a. Phoenix Star. En welkom terug in Star Valley. Ik ben eventjes een beetje rondwezen durpen. Hallo, Mr. Horse. Rustig aan. Ik ben hier even een beetje rondwezen durpen in de wereld. Want ik wou gewoon een klein beetje ontdekken. En ik kwam een aantal leuke dingen tegen. Sowieso. Dark Oak Forest. Een kleine plains biome hier. Maar wat mij betreft het interessantste is aan dit hele fantastische speurtochtje. Is dat daar in de verte. Een gigantische paddenstoel staat er al sowieso. Maar we zien daar heel veel ijs. Dat is fucking nice. Dat is gewoon in de buurt van mijn freaking spa. Ik vind dat oprecht interessant. Want die biomes die zijn niet makkelijk te vinden. Die biomes die zijn best wel heel erg zeldzaam. Deze biome kun je, ik geloof, vrij makkelijk vinden. Als dat je een beetje weet hoe je het kan vinden. Een enorm landschap van ijspegels. Voor zover ik weet, vind je dat niet zo makkelijk. Dus ik vind het wel tof. Ik spawn er gewoon best wel bij in de buurt. Want ik spawn er daar in de Birch Forest. Waar ik op een gegeven moment een huisje ben gaan bouwen. En over dat huisje heb ik even wat leuks te vertellen. Jullie zien hier een huisje. Die ik behind the scenes even gebouwd heb. Dit is waar wij de rest van onze survival zullen doorbrengen. Waarom? Dat zal ik wel even uitleggen. Om te beginnen, Plains Biome. Dit is wat mij betreft het meest ideale gebied om te gaan bouwen. Het is vlak. Het is lekker groen. En ik zit in de buurt van een dark oak forest. En ik kan allemaal oakbomen plaatsen hier ook. Op een gegeven moment zou hier waarschijnlijk een enorm bos komen te staan. Maar weet je, dat zien we tegen die tijd allemaal wel. Wij zijn in de tussentijd wel even bezig met een aantal resources te verzamelen. Oh ja, zo werkt het gewoon wel. Ik vroeg me af of dat je met gewoon klei bricks kan maken. En dat kan gewoon blijkbaar. Ja. Dat is precies hoe het werkt. Beter pak ik wel even de helft hiervan en gooi ik die hierin. Efficiëntie of zo. Denk ik. Ik heb geen idee of dit sneller gaat. Maar we gaan het gewoon proberen. We gaan gewoon zien hoeveel sneller dit gaat. Niet heel veel sneller, geloof ik. Nee. Ik ben wel gewoon even lekker bezig geweest met wat resources te verzamelen. Daarom heb ik ook aardig wat iron spul. Ik heb hier nog wat iron in de kist liggen. Dus aan resources heb ik echt geen gebrek momenteel. Maar ik heb natuurlijk meer nodig. En als ik meer resources nodig heb, heb ik dus ook veel meer ruimte nodig. Dus de kans is ook vrij aanwezig dat ik er op een gegeven moment het huis wat groter ga maken. Of ik ga gewoon naar beneden gaan en ik ga een kleine kelder maken met allemaal kisten of zo. Ik heb geen idee. Dat gaan we allemaal nog wel eens even meemaken. Voorlopig is dit echter wat ik nu heb redelijk genoeg voor wat ik momenteel heb. Maar op een gegeven moment moet ik alles wel een klein beetje uitbreiden. Maar voor nu gaan we gewoon wel eventjes beginnen met een begin te maken voor het dak. We gaan gewoon eens wel even kijken hoe ver we hiermee komen. En dan gaan we later deze aflevering, als daar nog tijd voor is. Wat in principe bullshit is, want ik heb in principe alle tijd van de wereld om een zo lang mogelijke aflevering te maken. Maar weet je, een aflevering mag ook weer niet te lang worden. Ik weet nog wel dat ik ooit een keer een periode had dat ik echt afleveringen maakte van tussen de 20 en 30 minuten. Nou, dat is absoluut niet nodig als je het mij vraagt. Alhoewel, de vorige aflevering was volgens mij ook iets van 20 minuten. Maakt allemaal niet uit, maakt allemaal niet uit. We gaan vandaag in ieder geval gewoon even lekker verder met resources verzamelen, zoals ik al zei. En in de tussentijd, als dat allemaal klaar is, kan ik denk ik wel gewoon even de boel een beetje verkennen. En even zien waar we uitkomen. Want dat is altijd wel interessant om te zien waar je uitkomt. En dat heb ik dus ook net wel even behind the scenes gedaan. En ik dacht zoiets van, ik had zoiets van, yo, daar is een ijsbiome. Dat wil ik wel even laten zien in een aflevering. Dus ik begon de aflevering daar gewoon even mee. Geen idee waarom, maar ik vond het gewoon even interessant om te laten zien. Oké, in de tussentijd gaan we ook wel even de boel een beetje opruimen. Want ik weet niet wat jullie, oh ja. Dat is ook het ding wat ik opmerkte terwijl ik hier aan het ronddurpen was. Deze plains biome zit vol met gaten. Dus de kans is ontzettend aanwezig dat hier zometeen heel veel zombies spawnen. En dat ik waarschijnlijk weer belaagd word. Zoals gewoonlijk in een survival serie. Dus dat wordt absoluut één groot feest. Met de bricks die wij momenteel hebben gaan we eventjes wat leuke bricks maken. Hoppakee. En mijn idee was om dat te gaan gooien in de vloer. Ik weet alleen niet of dat er goed uit komt te zien. Dus ik ga het wel even proberen met dit. Is misschien een mogelijkheid. Ik weet niet of het er beter uitziet met een texture pack aan. Op zich. Niet echt
mijn favoriete look. Ik denk niet dat ik dit ga gebruiken. Maar ik denk wel dat het er beter uitziet als ik het naast hout leg. Maar dan verlies ik een klein beetje de stone bricks in mijn vloer. Ik vind stone bricks gewoon heel tof. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik vind stone bricks oprecht heel tof om mee te bouwen. Maar ik wil mijn vloer eigenlijk ook gewoon een klein beetje er leuk uit laten zien. Dus ik ga gewoon even kijken hoe dit eruit komt te zien. En als dit er goed uitziet, dan ga ik het gewoon op deze manier doen. Nou, ik denk dat ik dit gewoon zo ga doen, ja. Wat ik het toch wel jammer vind dat ik dan die stone bricks weg moet halen. Maar ja, weet je, af en toe moet je een klein offer geven voor een beetje een goed huis. Het is ook wel eens even leuk om andere bouwmateriaal te gebruiken dan stone bricks en gewoon een keer normale bricks te gebruiken. Dus dat is wat ik nu gewoon even ga doen. Maar daarvoor heb ik wel meer bricks nodig. En ik heb er momenteel niet zo heel veel. Dat is niet zo chill. Laten we eventjes wat klei gaan hakken, zullen we? Het begint me trouwens ook steeds meer op te vallen dat er heel erg veel grasstukjes zijn die gewoon in de lucht hangen. Dit is absoluut verschrikkelijk. Ik kan daar zo ongelooflijk slecht tegen. En ik vind het ook heel vervelend dat het nog steeds in Minecraft zit, eigenlijk. Als ik heel eerlijk mag zijn. Maar hey, dat ben ik dan weer, hè, met mijn OCD. Dat van die OCD was trouwens een heel erg slecht grapje van mij. Oh mijn god, ik ben echt erg. Oké. We hebben in ieder geval heel erg veel klei gevonden. Eigenlijk zou ik een schep moeten hebben met... Hoor je dat spul? Fortune was het, geloof ik? Ja, Fortune. Zodat ik wat meer stukjes klei kan krijgen uit deze kleiblokken. Want op dit moment is het gewoon best wel heel erg weinig. Als je bedenkt hoeveel je eigenlijk aan het hakken bent. Het is nog steeds meer dan je gemiddelde ore, zeg maar. Als je gemiddelde iron ore en zo. Het is nog steeds veel meer dan dat. Maar het is nog steeds niet het aantal wat ik zeg maar wil hebben van deze kleiblokken. Het is ongeveer net zover als een gemiddelde lapis lazuli ore. Dit hangt zo langzaam. Zo, ik moet op een gegeven moment ook wel weer even zorgen voor weer meer etenswaar. Dat is ook weer wel even een ding. Ik kom altijd eten tekort als het op Minecraft aankomt. Altijd in mijn survival serie kom altijd eten tekort. Totdat ik op een gegeven moment zoiets heb van... Ja, misschien moet ik even een klein farmpje aanleggen. En waarschijnlijk ga ik dat ook in deze serie doen. Afgezien van dat er heel veel koeien en varkens en schapen rondlopen hier in dit gebied. Er zijn een hele hoop dingen die ik waarschijnlijk gewoon uitstel. Totdat er uiteindelijk niks meer... van komt. Dat is mijn hele ding een beetje deze serie. Ik ga waarschijnlijk heel vaak zeggen van... Ja, dat soort dingen, dat komt allemaal later wel, weet je wel. Dat ga ik niet nu doen, dat komt nog wel. En dan op een gegeven moment kom ik er nooit meer aan toe. En dan... Ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje het hele ding. Ik heb ook geen... Heb ik serieus geen fuel meer? Oké. De glass panes hebben geen texture. Tenminste, niet in mijn inventory. Dat is echt super chill. Dat is best wel heel tof. Waarom ook? Ja, ik gebruik een beetje een outdated versie van mijn texture pack. Ik denk dat het daar een beetje door komt. Dus waarschijnlijk moet ik een texture pack ooit eens een keertje gaan updaten. Oké, dit vind ik op zich wel geinig. Tijdens mijn opnames wil het nog wel eens gebeuren dat ik berichtjes binnenkrijg op bijvoorbeeld Telegram of Discord en zo. En dan kom je nog wel eens dingen tegen. Ik heb hem toevallig openstaan op mijn tweede beeldscherm hiernaast mij. En wat er net binnenkwam was deze meme. Ik zou hem gewoon al even in beeld gooien voor jullie. Maar basically, when you die, but your cats still wanna meow at you at 3 a.m. for food. En dan zie je gewoon een plaatje met drie katten die het Ouija-board spel aan het spelen zijn. Dat vind ik altijd... Dat is wel een ding. Ik ben niet altijd een enorme fan van... memes of zo. Ik hou me daar nooit echt mee bezig. Maar sommige memes zijn oprecht best wel heel leuk. En dit is er één van. Oh mijn hemel. Er is een groot hero. En daar kunnen we best wel heel erg goed gebruik van maken. Want daar is meestal wel goed spul te vinden. Zoals ijzer en lapis en redstone. Niet dat ik redstone ga gebruiken trouwens. Maar het is er. Hoop ik, want daar kunnen we best wel goed gebruik van maken. Over ijzer gesproken, daar is het al.